Annemie, het was een redelijke stagedag vandaag. Ja, klopt. Want je had een mail gestuurd naar ons. Die mail is onderschept door je man, je man Wim. Ja. Die heeft toen woedend naar ons gebeld van dit gaat helemaal niet door wat zij wil. Ja, klopt. Toen hoorden we jou hysterisch op de achtergrond huilen. Jawel. Hysterisch, niet nou ja, maar wel heel erg huilen. Was wel heel erg verdrietig. Ja, ja. En Wim, die zou niet komen. Toen belde hij ons op. Nou, ik kom dan maar zonder Wim. Dan zoek ik wel andere mannen die mee willen. Ja, klopt, ja. En toen belde hij om twee uur van tevoren. Toen we begonnen, belde hij op. Ik heb nieuws. Wim zit toch in de auto. Ja, en dat is dankzij een hele goede vriendin van ons. Die naast Wim zit. Oké, bedankt. Ja. Goede vriendin van Wim en van Annemie. Maar waar gaat het nou om, Annemie? Waar Wim zo boos om werd? Ja, hij heeft dus blijkbaar alle mails onderschept die we samen hadden. En hij wou gewoon niet op het scherm komen, denk ik. Hij was een beetje bang tegenover zijn collega's, tegenover zijn klanten, om niet op het scherm te mogen kunnen komen. Wat doet hij dan? Wat voor klanten heeft hij dan? Hij is onder andere zelfstandig, maar hij werkt ook voor een bedrijf en waar heel belangrijke mensen toch samenkomen. En hij was daar een beetje bang voor. De NATO? Nee. Net niet. Net niet. Dat is heel spannend. Maar Wim, wat doe je dan voor werk? Of wil je dat niet? Want je bent nu toch. Iedereen ziet je nu. Ja. Dus al je klanten denken: hé, daar heb je hem. Waar we de cocaïne van afnemen? Of... Nee, ik ben gewoon calculator. Oh! Maar niks uit. Calculator! Boekhouder dus. Zoiets. Oké. Okay. Maar Annemie, waar gaat het? Het was een ontzettende leuke mail. En wij, als je de mail hoort, Johan, opletten. Dan hè, hallo. Nee, ik ben al aan het kijken. Ik ben al aan het kijken. Ja. Er zal niet mee te maken hebben. Ja. Hij bent zich de auto. Maar jij bent nog wel niks meer. Oh ja, Wim heeft gelezen. Wim weet natuurlijk ook waar het om gaat. Ongeveer, ja. Nou, Annemie, vertel. Ja, dus wij zijn van Pittem afkomstig, het West-Vlaamse Pittem. Beroemd en berucht. En wij hebben heel wat vrienden in onze, dus heel wat mensen in onze vriendenkring die het goed hebben, die graag uitgaan, die graag een mondje eten, die graag een biertje drinken, die graag heel veel plezier maken. Maar daar hoort voor onze mannen wel iets bij. Wat dan? Wij zijn allemaal veertigers en daar hoort toch wel een buikje bij. Daar komt een beetje rondingen aan. En wij hadden dat graag... Dat was een messige. Ja, misschien moeten wij zeggen dat wij al 20 waren toen de buik al kwam. Hè? Maar er zijn ook veertigers waar de buik al komt. En wij hadden graag, of ik zelf, had graag een gezellig clubje opgericht met u als mascotte. Om die mensen, om die mensen toch een duwtje in de rug te geven. Dat ze een duwtje niet in de rug? Dat, ja, dat ze niet altijd slank moeten zijn, maar dat ze mogen genieten van hun dik, van hun rond buik. En het gaat om Wim. Die heeft een buikje, je man. Maar je hebt nog drie mannen volgens mij meegenomen. Zoiets naar voren lopen, Hans. Even lachen met dat klopt. Hans, ik heb nog drie mannen meegenomen, maar ondanks alle incidenten vandaag zijn er dus twee mannen afgevallen met een redelijk rond buikje. Maar is er toch wel één man bijgekomen? Allee, er was één man bij. Dit lijkt wel 10 kleine negentjes van Agatha Christie, zeg. Maar luister, het gaat om het volgende. Ja. Wim, ga nou eerst eens staan of we die buik wel kunnen zien van je. Want ik voel mij valt, ga staan als je wil. Nou, dat valt toch reuze mee. Oh, nee, hij trekt zich in. Het valt echt mee, echt mee. Je zit er hartstikke, je hebt een goede broek aan ook. En dan, wie zijn nog meer de dikbuikige? Pascal is toch ook al aan Pascal, het komen. Pascal, ga even staan, Pascal, als je wil. Nou ja, jongen, als je hier al een buik noemt, jezus, Mina. Het is beter een bierbuik dan een waterhoofd, hè? Dat is sowieso, dat is sowieso. Dat is sowieso, daar heb je heel erg gelijk in. Ik kan niks op zeggen. Dat zijn de enige twee. Meer hebben die bij je. Nou, ze zeggen Wim en Pascal. Nee, Wim en Pascal, toch? Kom naar beneden als ik jou... We hebben nog twee andere mannen bij die zeer solitair zijn. Die zeer solidair zijn, sorry. Dat is Tony, een heel goede mens. Die, wat doet u voor je beroep? Bent u stewardess? Want u legt al zo lekker uit vandaag in de nooduitgang. Heel sorry. Nee, ik ben kok van beroep. Zullen we toch opdoen? Oh, en dat doe ik. Nee, maar ik ben kok van beroep. Kok? Ja. Oh, wat leuk, met COCK. Dus kom naar beneden. Pascal, Wim en dan de twee die heel erg sympathiseren met de jongens. Geef ze hartelijk applaus, kom naar beneden. We gaan de Dikke Buikclub oprichten. Dikke Buikclub.
We wilden daar. Hallo, je hebt een hele jonge, dikke, nog een dikke buik. We hadden namelijk enorme leuke t-shirts voor jullie gemaakt, voor die dikke buikclub. We dachten het is leuk om die dan zo meteen aan te trekken. Dit zijn de t-shirts, die hebben we speciaal gemaakt. Is het leuk voor de dikke buikclub? Die kennen jullie allemaal, dus dan moet je ook maar aan de ene man geven die niet kwam. Hier zijn vier shirts. Die gasten hebben allemaal scherp, man. Die hebben helemaal geen buik, man. Die hebben niks. Ja, een beetje, maar je hebt niks. Ja, jij bent dan wel de meester. Jij moet nog echt... Johan staat. Het valt echt reuze mee. Maar goed, hier kunnen we dikke buik hebben. Namelijk, we kunnen gaan fusten, als jullie het leuk vinden om te openen. Fusten, bierfusten. Laat maar komen, jongens, de bierfust. Dat betekent dat jullie onder de bier moeten gaan staan. En dan worden jullie officieel gedoopt voor de dikke buikclub. Zullen we met de jongste beginnen? Ik weet niet, of staat hij aan, jongens? Kan ik me gelijk hanteren? Hij staat uit. Moet je hier gaan liggen zo? Mag je, hoe oud ben je? 26. Dat meen je niet. 26, hè? 26? Ja. Maar je ziet er veel jonger uit. 25. Dus. Oké, heel goed. Maar moet je hier gaan liggen zo, hier met je hoofd zo. En dan moet je je mond open doen. En dan doop ik je voor de bier. Om zijn beurt, jongens. Ga er maar vast klaar voor staan. Om zijn beurt. Hoe moet je nou? Even proefdingen. Ja, oké. Okay. Op de beurt. Mond open. En om zijn beurt. En dan ben je gewoon, ja. Volgende, dan word je erbij. Ondersteboven. Dit is heel erg soft porno, dit. En gedoopt in de bier. En gedoopt. En dan de laatste, dat is Wim zelf. En klaar voor? Ben je ook gedoopt? Heel goed. En dan nog een keer. Nee. En dan moet je een hand geven aan Johan. Dan is echt officieel een hand. Alleen een hand. Een hand. Aan Johan. Een hand. Alleen een hand. Je geeft iedereen een hand. Dan geef jou een hand. Geef jou een hand. Geweldig. En nu de grote doop. Er is er zometeen een onderbroek, een show, een lingerie show. En we hebben nog vier mannen nodig. Ik zeg, jongens, ga die kant op. Trek de onderbroek aan, mee je shirt aan. En dan demonstreren wij de vier onderbroeken samen met Gotti en Tom.